Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn channel Christel Blue. Ik ga vandaag voor jullie een tweelingziel reading doen. En ja, bedankt voor jullie likes, jullie reacties. En dat jullie lid zijn van mijn channel. Je kan altijd bijkomen bij de blauwe familie, de Blue Family, Christel Blue Family. Dus ja, vandaag gaan wij een mannelijke tweelingziel reading doen. Ik voel dat het wel nodig is. En ja, ik kwam wel aardig heftig kaartje uit. Dat ligt hier. Ik heb een nieuwe set gekocht. Dit is de Scared Destiny Oracle Cards van Denise Lin. En ja, dit stond al op mijn verlanglijstje. En dankzij jullie persoonlijke readingen kan ik ook nieuwe kaartensets kopen. En ik heb al heel veel gekocht. Dus ja, mijn spaargeld is wel ingeteerd sinds ik niet meer werk in november. Vanwege een conflict op mijn werk. Dus had ik geen werk meer. Dus ik ben blij met de persoonlijke readingen die ik krijg van jullie. Zodat ik mooie kaarten weer kan kopen voor dit kanaal. Dus ja, heel fijn. Laten we kijken hoe het met de mannelijke energie is. Wat is er met de mannelijke energie, engelen? Van de tweelingziel. Nog eentje en dan nog een rijtje eronder. Een verklaring voor de keizerin graag. Een verklaring voor de Seven of Swords. Verklaring voor de geliefde. Twee tegelijk, zag jullie dat? Verklaring voor de hoge priesteres. Verklaring voor de schildknaap. Verklaring voor Eight of Cups. Acht van bekers. Dat is te veel. Acht van bekers. Die. Oké. Nou, de energie van de mannelijke tweelingziel. Hij ziet haar als een hele mooie, liefdevolle vrouw. Ze is zwanger met dit plaatje. Zwanger van het nieuwe begin. Het nieuwe begin komt eraan. En ja, het is een moederlijke vrouw, een verzorgend iemand. Hij zal zich thuis voelen bij deze vrouw, die echt liefdevol en zorgzaam is. Hij wil haar die cup aanbieden. Hij is nog een beetje onzeker met het aanbieden van de cup. Misschien is hij ook jonger, maar hij is een beetje ja, niet zo in zijn kracht als hij deze cup aan wil bieden eigenlijk op dit plaatje. Hij is een beetje onzeker over zijn gevoelens. Het is echt een gevoelskaart. Hè? De water, cups. Er zit nog een vis in. Die moet je dadelijk uithalen. Anders kan je er niet uit drinken. Ja, dus zijn heel, hij heeft zich misschien een beetje apart gedragen. Een beetje stiekem. Maar hij wil toch weglopen uit de situatie. Hij heeft een beetje gedaan of hij een clown was. En dat alles goed was. En maar hij wil weglopen uit de situatie. Hij kijkt een beetje achterom van zullen ze me zien? Een beetje achterdochtig. Kan een beetje achterdochtig zijn misschien. Maar hij wil wel weg uit de situatie. Hij wil geen clown meer spelen. Hij wil ze ware zelf laten zien eigenlijk.
Want er waren best wel veel leugens en bedrog eigenlijk wat hij gedaan had. Hij wil echt nou zijn waarheid vertellen. Hij wil de sterke koning zijn. Hij wil niet zo onzeker zijn. Hij is een beetje onzeker van zijn emoties. Hij wil de sterke koning zijn en hij wil de waarheid gaan vertellen en dingen doorslaan wat hem niet meer dient. Dus daar wil hij ook weglopen uit de situatie. Ja, hij ziet jou echt als zijn geliefde. En hij wil, hij wil gelukkig zijn en het is deze relatie wordt beschermd door het universum. Jij, het universum brengt de tweelingzielen samen, zodat ze jullie echt samen door het leven kan en jullie missie kunnen voltooien. Ja, hij wil zich niet meer gevangen voelen in de situatie. Hij wil zich bevrijden. Want hij wil een gelukkig gezinsleven met jou. Echt gelukkig zijn. Met kindertjes. Alles emotioneel ook vervuld. Want hij ziet jou als wel als zijn hoge priesteres, zijn vrouwelijke tweelingziel. Hij ziet ook wel dat jij aardig gegroeid bent en je geld waarschijnlijk op orde hebt. Kijk maar of het resoneert. Misschien sommige vrouwen niet. Maar ja, hij ziet jou wel als een hele stabiele factor in zijn leven. Ja, en weer de beetje onzekere schildknaap, weer pentacle aanbiedt. Een beetje nog niet helemaal vergroeid. Nog niet, misschien financieel nog eventjes. Nog niet zo sterk als de koning van pentacles. Maar hij is al wat sterker, hij staat al wat hoger dan deze staven. Hij werkt zich er doorheen door deze laatste fase. Ja, hij wil weglopen uit de situatie. Want hij weet dat jij zijn vrouwelijke tweelingziel bent. Hij kent jou uit een vorige relatie. Dat is hem nou duidelijk, dat is hem duidelijk gemaakt door het universum. Goed, deze kaarten heb ik ook weggetrokken. Geef je over aan succes. Ja, misschien ondervind je al wat overvloed. Maar kijk niet terug naar de blokkades en moeilijkheden. Want een prachtige nieuwe wereld van mogelijkheden ligt voor hem open. Er komt dus succes. Ja, misschien zijn er nou nog blokkades wat hij uit de weg moet ruimen met deze kaart. Maar er komt succes in zijn leven. En er komt ook overvloed. Misschien ervaart hij nou al een beetje financieel dat het wel wat beter gaat. Ja, en ze zeggen ja, surrender to play. Neem een tijd van alles te overdenken, van je doelen. Neem een pauze van, want hij zit heel veel te overdenken van hoe dit allemaal moet aanpakken. Wat is zijn doel in het leven? Dus ze zeggen, ja, doe even wat vrolijke dingen. Speel en doe recreëren en verjong jezelf. Doe iets even om iets afleiding te geven. Dus neem even een pauze, last in en overdenk niet steeds de situatie. Laat het gaan, ga een beetje met de flow mee en probeer toch speels te zijn en leuke dingen even te doen om je even weer kracht te geven en te verjongen. Ja, en ja, hier ook weer in de rust moet je nemen, surrender to silence. Ja, mediteren. En zoek de stilte in jou. Ja, de stilte kan hem helen. Dus hij moet zich ook overgeven aan de rust en een beetje meer eventjes leuke dingen doen even. Zodat hij is voorbereid op de nieuwe dingen die gaan komen. Dus de blokken die, de roadblocks die weggaan, zeg maar. De blokkades op zijn weg die weggaan en dat de nieuwe wereld zich kan openbaren straks aan hem. Ja, dan hadden we deze kaarten. Ja, er komt actie. Er komt actie, er komen donkere wolken aan voor hem. Dit gaat, en ook hoge golven. Zie hoe donker deze kaart is. Er komt heel veel actie. Die zal ik even lezen.
Ja, ben je wel eens buiten geweest, vlak voor een storm? Je voelt je energiek en zelfs een beetje high, alsof je lichaam energie krijgt van de storm. Ja, stormen zijn noodzakelijk. Er is een verandering op komst, de tijd is nu. Verzet je niet, zie je angst onder ogen. Doe het toch maar, wanneer een grote verandering in aantocht is, is het tijd om actie te ondernemen. Maak je geest levend door beslissingen te nemen. Zelfs als je niet 100% zeker bent of uw beslissing nu beter is om een keuze te maken dan helemaal geen keuze. Dus mannelijk tweelingziel, maak een keuze. Het is beter dan helemaal geen keuze maken. Ja, er komt dus een storm. Bereid je voor op deze storm. Ze zijn noodzakelijk. Komt de verandering, de tijd is nu, verzet je niet. Zie je angst onder ogen? Ja, en dan is het tijd om actie te ondernemen. Ja, je kan beter een beslissing nemen dan helemaal geen beslissing, want die storm die gaat je raken, hoe dan ook. Die donkere wolken die komen binnendrijven. De zee gaat golven, komt echt onrustig weer aan. Bereid je voor dat er dingen gaan gebeuren, mannelijke tweelingziel. Ja, dus alles is om je meer wijsheid te geven, om beslissing te doen. En dat je meer zuiver gaat worden in je leven. Meer zuiver als deze wolf. Of vos, wat is het? Vos? In ieder geval, er komt meer zuiverheid. Deze stormen zijn echt nodig om meer wijsheid te krijgen en meer in je zuiverheid te komen. Want waarschijnlijk zijn er wel dingen die waar gewerkt moet worden. En je zuiverheid, ben je niet altijd zuiver. Dus eens kijken wat aartsengel Michael zegt ervan. Ja, wees lief voor jezelf. Aartsengel Michael, help me alsjeblieft mezelf met liefde te behandelen. In alles wat ik denk, zeg en doe. Help me in te zien dat deze onvoorwaardelijke liefde, dat ik deze onvoorwaardelijke liefde verdien. Ik laat alle gevoelens van schuld los, zodat ik altijd innerlijke vrede kan ervaren. Ja, wees lief voor jezelf. Je verdient deze onvoorwaardelijke liefde, mannelijke tweelingziel. Zal er nog één doen? Komende twee. Sorry. Vertrouw jezelf toe aan de hulp van God en de engelen. Lieve God en engelen, geef mij dit. En dan beschrijf je de situatie nu en helemaal. Ik doe een stapje opzij en laat de goddelijke wonderen door alles en iedereen die erbij betrokken is heen schijnen. Ja, God en de engelen, ga je helpen. Vertrouwen, doe een stapje opzij zodat hun het werk kunnen doen. Hun sturen die storm naar je toe. Ja, eigenlijk is het een soort torenmoment. Hè. Die sturen ze naar je toe om een beter mens te worden, meer zuiver, meer in je wijsheid te gaan staan. Ja, trek je terug uit deze situatie. Aartsengel Michael, ik wil vragen je vlammende zwaard te gebruiken om alle gehechtheid aan angst en dramatische toestanden door te snijden, zodat ik mezelf blijf in de wetenschap dat er overal vrede is, zodat ik in mezelf als in deze situatie. Trek jezelf terug uit deze situatie, dan ga ik even lezen. Er staat dus, je bent verwikkeld in een situatie tot op het punt waar je deze niet meer objectief kunt bekijken. Deze kaart duidt erop dat het nu een moment is om een stapje terug te doen en dat je een groter overzicht van het plaatje moet zien te krijgen. Aartsengel Michael vraagt je om los te maken van de emoties om je heen en hij zal je hierbij helpen. Michael zal je ook aanraden de ervaring niet te verpersoonlijken, zodat je geen aanstoot hoeft te nemen aan het gedrag van andere mensen. Dit zal je ervan weerhouden om verdedigend te reageren. Integendeel, je handelingen zullen voortkomen uit liefde en wijsheid. Geef jezelf toestemming om een rustpauze te nemen. Weg van alle mensen die erbij betrokken zijn. Je hoeft de oplossing op dit moment nog niet te kennen, want engelen zullen voor de details zorgen.
Het is voor jou belangrijk om een gevoel van innerlijke vrede te beschikken. Een gevoel dat je naar nieuwe en nuttige inzichten zal leiden. Mogelijke specifieke betekenissen. Neem geen conflicten van andere mensen op je, maar laat ze de dingen zelf uitwerken. Wees vol mededogen zonder dat je je gevoelslast van andere mensen overneemt. Vraag aartsengel Michael of hij je energie wil reinigen. Verlaat een ongezonde situatie of relatie. Ja, wees lief voor jezelf. Ja, vertrouw op de hulp van God en de engelen om deze situatie te verlaten. Ja, het is tijd om rust en te nemen. Ja, er komt gewoon succes aan, wees niet bang. Het is allemaal voor je eigen wijsheid en je zuiverheid. Dus ja, je hebt nog wel conflicten en ja, die moet je oplossen. Vergeef je andere persoon in ieder geval. Kijken deze kaartjes. Wat hij nog te zeggen heeft, deze vrouwelijke tweelingziel. Neem deze. Misschien nog eentje. Ja, die gaan overslaan, dus. Ja, heb ik zelf onderzoek gedaan. Ja, hij is naar binnen gekeerd. Hij is een stuk positiever geworden. En wat stabieler. Hij heeft meer zelfvertrouwen. Ja, het blijkt ook, hij staat een beetje naar boven nou. Hè. Ja, wel een schuldgevoel misschien over de situatie die hij achter zich moet laten. En misschien een schuldgevoel tegenover jou. Hij weet dat hij dingen moet loslaten. Ja, hij hoopt dat het nog niet te laat is om jullie situatie weer beter te maken. Dat jullie weer bij elkaar komen. Want hij is je niet vergeten. Hij is je niet vergeten. Nou, deze. Alles omgeklapt. Oh. Nou, ik neem deze maar allemaal. Die springen er zo uit. Oké, wat heeft hij te zeggen? Best een hoop eigenlijk. Ja, ik ben geobsedeerd door jou, zegt hij. Ja, misschien volgt hij wel op internet. En hij doet constant aan je denken. Ja, ik voel zoveel liefde voor je. Ja, hij is ook een beetje bang om je altijd te verliezen. Hij is een beetje bang. Ja, ik heb fouten gemaakt en uit angst heb ik ook nog gelogen. Ja, hij was niet altijd eerlijk. Hij heeft een beetje de clown gespeeld en ja, een beetje stoer gedaan. En, Ja, ik kan je niet loslaten. Ik ben altijd in mijn hart. Ja, jullie zijn met elkaar verbonden, dus het kan ook niet. Je kan elkaar niet loslaten. Ja, ik wil alles weer goed maken, opnieuw beginnen, zegt hij. Dan zie ik nou weer zo. Ja, ik heb fouten gemaakt, uit angst heb ik gelogen. Ja, alweer hetzelfde een beetje. Ik heb uit angst gelogen tegen je. Ik wist niet wat ik anders moest doen. Ja, die leugens die zitten hem wel dwars. Maar hij dacht dat dat de beste manier was eigenlijk. Want jij bent het beste wat mij is overkomen de afgelopen tijd. Ja, die leugens die zitten hem wel dwars. Nou, kijk wat zijn vrouwelijke tweelingziel tegen hem te zeggen heeft.
Maar ik hou ze allemaal. Ja, ik hou zielsveel van jou, zegt ze. Ze houdt heel erg van hem. En ik vind je zo aantrekkelijk. Onze liefde voelt zo intens aan. Ja, ze voelt nog steeds heel veel voor haar mannelijke tweelingziel, ondanks alles. Toen ik je voor het eerst zag, voelde ik al iets van herkenning. Ja, ik voel me verdrietig. Ja, ze mist haar mannelijke tweelingziel. Ja, vergeet mij niet, liefste. Ja, vergeet mij als ik jou pijn heb gedaan. Dat was niet, dat is niet wat mijn hart en ziel wou. Ja, dat is meestal een reactie op een reactie, hè. Dus het kan zijn dat hij haar ja, niet leuk behandelde en ja, dat zij fel terugreageerde. Ja, actie, reactie. Dus ja, zij kan natuurlijk ook wel fel zijn natuurlijk. Het is niet altijd een mannelijke tweelingziel natuurlijk. Je moet ook wel zien dat je zelf ook als vrouwelijke tweelingziel misschien dingen verkeerd hebt aangepakt. En ook fel bent geweest. Maar dat is gewoon ja, door de situatie. En vergeef elkaar, zou ik zeggen. Ja, mannelijke tweelingziel, die storm, ja, die komt eraan. Ik voel hem ook heel sterk aankomen, dat torenmoment. Ook voor de mannelijke tweelingziel. Maar dat is noodzakelijk. Sla je heen, mannelijke tweelingziel. Het is voor je eigen bestwil dat deze storm eraan komt. Ja, de tijd is nu. Dus het komt heel gauw voor de meeste tweelingzielen. Het ligt eraan welk proces je zit als vrouwelijke tweelingziel. Maar het is een groep waarbij de mannelijke tweelingziel echt, nu echt heel hard getroffen gaat worden door deze storm. Ja. Maar er zijn nog meerdere lichtingen, geloof ik. Er zijn er geloof ik drie, als ik zo gehoord heb van andere readers. Dat er meerdere lichtingen zijn, maar deze groep, die Knauw Channel, ja, die storm komt heel vrij dichtbij nu. Dus ja, dat gaat snel gebeuren. Dus oké. Okay. Dankjewel voor het kijken. En ja, je kan lid worden van mijn channel. Geef me die like. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doeg!